Welkom in deze nieuwe video van Bolstar. Ik ga heb ik jullie hulp nodig. Ik wil heel veel opdrachten uitvoeren. Niet zoals ik Stuk TV doet, maar andere manier eigenlijk. Ik wil dus bijvoorbeeld ga ik een doos maken met allemaal opdrachten in, met nummertjes. Die opdrachten die komen natuurlijk van jullie. Er zal waarschijnlijk al één opdrachtje in zitten. Ook heb ik zo'n boek, die moet ik nog even allemaal doen. Maar dat ga ik dan nog doen en zo, dat is geen probleem. Maar ik heb dus heel veel opdrachten nodig eigenlijk. Ik wil niet in een winkel gaan, dit of dat, want we moeten ook met de coronamaatregelen. Maar ik bedoel echt opdrachten die je door de corona thuis kunt doen, in de tuin, eventueel de buur bij kunt betrekken. Zo opdrachten zoek ik eigenlijk. Meer ook niet eigenlijk. Dat je niet dat plakt hier met andere mensen in contact komt eigenlijk. Dat is de bedoeling. Dus dat is eigenlijk een beetje de bedoeling eigenlijk. Dat je dus alleen kunt doen. Opdracht die je alleen kunt uitvoeren. Die je hier thuis kunt doen. Buiten mijn tuin eventueel de buren kunt meenemen. Dat is heel plezant. Het moet natuurlijk reputabel zijn. Het moet niet dat ik daar moet binnenvallen of dat niet. Hè. Dus redabel eigenlijk moet zijn. Zo lijkt wat we alles gedaan hebben. Lijkt mij elke vliegtuig erover met andere buurvrouw. Dat we dat papier erover gegooid hadden. Zo van die opdrachten, dat is geen enkel probleem. Trouwens, bij oudjaar ga je nog maar wat zien. Ik kan niet verklappen wat. Of aan de garage of aan de voordeur. Dus zo van die opdrachten eigenlijk moet dat eigenlijk zijn. Omdat ik merk, het is heel moeilijk om nu te vloggen. Omdat ik vlog eigenlijk, als ik mijn leven zou nu vloggen, dan zou je elke dag hetzelfde zien, want ik doe eigenlijk niet zo heel veel dan kruisen. Mensen binnenpakken hier, zeker in de vakantie. Dus is dat niet zo heel gemakkelijk. Dus ik vraag eigenlijk gewoon jullie hulp daarin. Ik hoop dat jullie allemaal massaal gaan reageren daarin. Hoe meer mensen reageren, hoe meer natuurlijk creatieve vlogs kunnen ontstaan eigenlijk. Ik vind het ook wel leuk. Dus ik ga vast ook een oproep doen op mijn TikTok-account. Dus dat komt ook allemaal bij orde. Dus ik hoop dat jullie allemaal zelf willen helpen. Dat zou wel heel tof zijn eigenlijk. Dus dat is al één punt dat ik wil vragen aan jullie. Dus ik ga jullie even meepakken naar de zetel. Dan heb je nog punt 2. Ik kom elke avond nu live. Ik merk dat ook heel veel mensen dat ook meemaken. Het wordt meer en meer populairder en populairder. Ik ben een beetje een bv aan het worden eigenlijk. Dus ik vind het echt wel leuk om live te komen op TikTok. Ik ga het even laten zien wat mijn account is. Even mijn account is nu nog Polestar Team Positief. Is het nu? Ja. Ja, het komt in beeld. Ja. De foto samen met mij en Gieten eigenlijk. Ik heb ook nog een andere account. Deze, die ga binnenkort ook veranderen van naam trouwens. Ja, daar komen we. Wat een pijn als ik in de live. In de dingen op video. Dus dit is mijn andere account. Zeker ook dezelfde foto eigenlijk. Dus zeker allemaal volgen. Dus het zou heel tof zijn. Ik kom elke avond om rond hetzelfde uur live eigenlijk. Dus dat is wel gemakkelijk. Om dat heel goed te weten. Is altijd 18 uur 29. Stipt ben ik dus live voor de mensen. Ga ik live. Dus, en ga ik ook mijn eigen ding daarin doen eigenlijk. Dat wil dus zeggen dat ik ga, ik kan zijn dat ik mensen ga promoten voor de 1K te halen. Dat kan zijn dat ik wat ga zingen, wat ga praten, vragen stellen. En zo wat ik denk, dus kom vanavond zeker allemaal af naar mijn, naar mijn TikTok. Voor de livestream mee te maken. Ik heb ook nieuwe moderators van gisteren. Nieuwe ideeën eigenlijk ook wel. Dus eigenlijk, het is een heel pak dat ik jullie nu vandaag vertel. Ik ga deze 2 keer inplannen. Dus ik ga deze extra inplannen nu. En extra inplannen de volgende keer, zodat ze dat ook eigenlijk een beetje zien. Want ik zit eigenlijk een beetje zonder inspiratie eigenlijk. Omdat vroeger kon ik wel eens zeggen van, ik ga vloggen daar, ik ga vloggen dit, ik ga vloggen dat. Of doe mijn mama een spelletje of dat. Maar ja, ik zie hier alleen maar mensen die komen helpen eigenlijk. Ik heb niet echt heel veel mensen die zeggen, ja, dat kan zeggen, oh, we gaan een spelletje spelen. Of gauw is dit of gauw is dat. Dus ja, dat is heel moeilijk natuurlijk. Hè? Dus ja, dat maakt het natuurlijk wel heel moeilijk om dus iets te kunnen vloggen. En als ik dan zo bijvoorbeeld zou vragen, bijvoorbeeld, ik heb een voorbeeld aan mijn buren. Ja, dan kan ik het ook niet altijd heel vloggen. Dus
Ik zit een beetje van inspiratie. Dus ik hoop dat jullie mij daarbij kunnen helpen. Dus ik zie jullie vanavond in de livestream.